Vandaag gaan we ergens op reageren waar we nog niet eerder op hebben gereageerd. Namelijk trickshots. In Fortnite is er op dit moment een ding gaande. En dat is namelijk trickshots. Als je trickshots doet aan het einde van een match of tijdens de match, dan is dat super nice. En mensen worden er ook heel erg goed in. Dus ik heb een hele vette compilatie gevonden van al deze trickshots. En als je deze video nu al super tof vindt, drop dan even een like. Abonneer op de Veel Gevraagd bij de belletje aan. En gebruik even onze supporter creator code Veel Gevraagd in de item shop. Laten we gewoon gaan beginnen met deze video. Ik heb hier een compilatie van Locandro. Locandro, shout-out aan jou voor deze video. En je ziet, dit is een trickshot. Je ziet hier, hij gaat de lucht in. En wat gaat hij doen? Dit is echt insane. Het is echt insane hoe goed mensen zijn. Dus wat hij deed, met de bal omhoog, 360, boom. Vroeger had je dit in Call of Duty ook al. En, Oh my god. Dit is dus echt insane. Dat moment, moet je nagaan dat je al die handelingen doet en dan ook nog eens iemand kilt. Oh. En je riskeert het ook om dood te vallen, hè? Dat heb je ook gewoon. Dus dat maakt het echt extra vet. Alright. Dit is het trickshot vehicle. Wow! Oh my god. Ja, dat geschreeuw ga je meer horen van die mensen, want het is echt insane als je dat doet. Alright, zit hier iemand in het bosje of zo? Nee, hij gaat gewoon omhoog. Wat? Oké, okay, deze 360 telt niet, maar hij landt in de boom. Wat gaat hij doen? 360? Nee, joh. Oh my god. Ja, je gaat mij dat heel veel horen zeggen, want dit is ook insane. Gast, hoe bedenk je het? Je weet, er is een glitch met een drift, of met een rift, dat als je dit ingaat, dan kan je nog een stuk even schieten. Alright, de rocket ride hebben we al lang niet meer gezien. Dit was het begin. Oh my god, hij hitte ook zijn, hoe heet het, hè? Hij hitte zijn, zijn flintlock pistol. De flintlock pistol is wel heel erg, wordt heel veel gebruikt tijdens trickshots, dat is wel grappig. Alright, dit is een oude clip. Mama. Nee, joh. Ik wou dat ik zo goed was, echt waar. Ik wou echt dat ik zo goed was. 360, nice flintlock, gaat omhoog, maar... Oh my god. Volgens mij komt het ook in de World Cup. Ik weet niet zeker, maar volgens mij gaan we ook trickshots zien in de World Cup. Volgens mij was het een apart dingetje. Ik weet het niet zeker, maar volgens mij wel. Holy shit, het is niet goed voor mijn hart, dit soort video's. Wat de hel. Laat even weten in de reacties wat jij van trickshots vindt. Holy damn. Want ik ben wel benieuwd. Wat vinden jullie van trickshots? Ik vind ze super dik. Hij gaat omhoog. Gebruikt de bounce trap. Maakt de 360. En het eent wel lang. Maar het is wel no-scope. Dus dat maakt het wel weer heel erg vet. Holy damn. Sommige mensen zijn echt niet normaal goed in trickshots. Maar dit was ook al in Modern Warfare 2 en zo'n dingetje. Oh, hij pakt de flintlock. 360 nog een keer flintlock. Faked. Oh my god. Hij faked is een rift to go. En schiet hem vervolgens dood. Hoe dan? Nou, Jarvis. Die is trouwens moker goed. Oh my god. Dat is oprecht lijp. Oh my god! Sommige mensen, is gewoon oneerlijk. Holy crap. En wat doet die 360? Gaat op de airfin, maakt nog de 60 flintlock, drumgun en... Oh my god. Boah, mensen zijn echt niet gezond hoor. Oh my god, oké, okay, nice. Flintlock en de noscope van hoeveel meter? Dat is echt insane ver. Dat was echt insane ver. Holy damn. Maar dit zijn mensen die natuurlijk echt dit spel spelen voor de trickshots. Oké, hier hebben iemand van Face. Face Orba wordt hier ge... Wat? Wat de hel gebeurde daar? Hij werd gerocketride door een cannon. Zag ik dat nog goed? Oké, okay, nou, laat maar zien. Wat gaat hij doen? 360. Nee, joh. Oh my god. Dat is echt insane. Als je rocketride op een cannon doet... Dat heb ik nog nooit gezien. Maar ja, blijkbaar kan het. Wow. En dan deze emote erbij. Holy shit. Het is echt super lijp. Hoewel, als hij het nou in één keer raakt. 360, Boombo. Oké, okay, Boombo telt niet helemaal. Moet ik heel eerlijk zeggen. Is iets te makkelijk. Maar desalniettemin alsnog super dik. 360, 720. En hij pakt hem. Dat is altijd fijn als je iemand zo pakt. Ah, dat is de emote. Wat gaat hij doen? Hij zit, waarom? Sinds wanneer heb je een airbase? Oh, holy damn. Oké, okay, dat is weg met de boom. Oh, hij wordt naar beneden geschoten. Daar gaat hij. 360, boom. En... Oh my god. Hij had nog wel gliders, though. Hij had nog wel gliders. Dus hij kon nog wel saven. Maar het vetste is als je een trickshot doet en dan ook nog de laatste kill pakt. Dat is het vetste. En volgens mij is dat hem... Ja hoor. Well played. Maar
wat er dus gebeurt is, mensen die gaan dan dus spelen een normaal botje en dan met een squad bijvoorbeeld, en dan laten ze expres één iemand leven en daar gaan ze met z'n allen, met z'n vieren, dus op trickshotten. Zo heb je de grootste kans op een mooie clip. Oh, boom, 360, 720, 180, boom. Wat de hel. Dat is echt insane. Als jullie kunnen trickshotten, zet het eventjes... Stuur van de clip op onze Instagram, @dion_tvg, @matthijs_tvg, of naar onze Twitter, @teveelgevraagd. Lijkt me oprecht tof om te zien als jullie een trickshot hebben, want hier, dit is ook insane, jongen. Face staat daar trouwens bekend om. Voor degenen die het niet weten, Face was vroeger... stond bekend om de clips, om de montages, de trickshot montages. Volgens mij maken ze die nu ook van Fortnite. Oh my god. Auw. Maar dit is wel een oude clip, though, maar wel heel dik. Oh god, he's coming up. Oh, nice. He's good. Nog een keer de 60's, 720. Boom. Oh my god. Stond hij erachter? Ik zag hem niet eens. En waar staat hij? Hij staat daarin, of niet? Ik heb geen idee, ik denk het wel. Het moet snel zijn, het moet snel zijn. Let's go. Oh my god. Wat een no-scope. Ik snap waarom ze daar heel blij mee zijn, want dat is echt, als je dat soort dingen raakt. Ze hebben 20, 180, ik weet niet hoeveel dat is. No way, two in a row? Het is echt een zee, jongens. Ik kan het ook niet geloven dat mensen dit gewoon hitten. En... Oh, dit is... hoe heet die? Game Mode One Shot. Het is ook lijp als je dat doet. Het is het mooiste als je iemand raakt in de draai. Dus je bent nog aan het draaien en dan schieten. Dus niet dat je draait en dan stopt. Dat zijn eigenlijk de mindere mooie 360's. Dus dat was altijd de regel in Call of Duty en zo. Ah. Oh my god, dit is hem hoor. 360's heeft een... Wow! Nee joh. Dit was de beste tot nu toe. Dit was by far de beste tot nu toe. Want hij deed zo snel. Oh my god, die echo. Hij eent dan eventjes, dat vind ik minder. Maar nog steeds insane goed. Een ding. Oh my god. Dat is echt insane. Ik had Eddie geloven dat mensen dat soort dingen hitten. Holy crap. Ik ben benieuwd naar de volgende clip. Dit is een no-skinner, maar zo 100% fake. Dit is een relatief nieuwe. Maar dit is niet heel bijzonder. Het is wel lijp, maar het is niet bijzonder. Flintknock. Nou, de flintknock is echt het trickshotwapen. Want je kan er dus mee jezelf weer mee omhoog knokken. Waarmee je meer momentum krijgt. Dat is heel lijp. Oh my god, deze gast zijn aim is... Als hij een trickshot raakt, hè. Zijn aim was echt troep daar. Maar misschien wilde hij hem ook niet te veel hitten, hoor. Alleen maar even taggen. Oh my god, die gast. Hij faked me zo hard door te doen alsof hij niet goed is. Maar hij is uiteindelijk echt mogeltje goed. Alright, hier hebben we een hele zeldzame skin. Ghoul Trooper. Oké, dat is een quickscope. Oké, fair enough. Was wel lijp. Ik kan niet zo zeggen. Hier, Face Orba. Die hebben we al vaker gezien vandaag. Oh, hij is aan het... Oh my god, dat is zo lijp. Als jullie trouwens een icoontje of een geluidje hoorden van WhatsApp, sorry. Ik heb per ongeluk nog aanstaan. My bad. let's go. Schiet jezelf er doorheen. Nee, wat gaat hij doen? Wow, hij heeft die glitch. Oh, hij heeft die glitch gedaan. Oh, ga je daarmee trickshotten? Oh my god. Dat is wel echt heel lijp. Well played. Is hij nog steeds? Nee, hij is nu niet meer. Hij is nu niet meer glitched. Damn, bro. Dat is echt insane. Alright, we hebben hier. Let's go. Die hebben we ook al een paar keer gezien vandaag. Wat gaat hij doen? Ik heb zo'n gevoel dat hij eraf gaat springen. Denk ik. Oh nee, hij gaat op de achterkant staan. Oh my god. No way. Dat was echt insane. Alright, schiet niet zo. Ja, hij zit daar. Tag hem eerst een paar keer. Ja, is goed. Ja, dan weet je in ieder geval dat hij in één keer doodgaat als je hem raakt. Dan doe je een 360 zo. Boom, ja. Draaien. What the fuck? Hoeveel draaien ze dat wel niet? Lijp. Die is echt lijp. Die is echt 10 punten voor de moeite. Alright, dan gaat door naar de volgende. Bounce pad, grappler en dan weer terug en... Oh, let's go, Rick! Let's go! Ah, het is echt insane. Ze zijn gewoon vies. Ik voel me een beetje vies hierdoor. He just reported out. En... Oh my god, die no-scope. Oh my god, die no-scope. Is echt insane. Laatste attempt? Oh, dan moet hij raken. Oh my god. Face replays. Hij is een van die OG's die het op Call of Duty altijd al deed. Trickshotten. Oeh. Lekker pick. Dat is echt insane. Oké, deze gast ken ik niet, maar hij gaat sowieso wat lijps doen. Oh my
god! Hij hitte het, maar... Bro, what? Je moet er nog een keer hitten eigenlijk. Nou, helaas. Ik vond hem niet super, want hij had al gekillt. Helaas. Oh, driftboard. En dan fake the rift to go en boom. Dat is mental, jongen. Holy shit. Oh, god. Als je op zo'n manier wint, is het echt insane. Helemaal lijp worden. Take DL erachteraan. Hier weer iemand van Face. Face Mew heet hij. Ah, lijp. Oh, gaat hij across the map doen? Ik heb echt het gevoel dat hij daar helemaal naar achterin iemand gaat pakken. Oké. Okay. Rift to go, 360. Finnock en een noscope. En hitten, maar helaas geen kill. Jammer. Jammer. Dat is altijd jammer, want dan is het net niet, weet je wel. Dan kan je het nog zo mooi hebben, maar het is toch net niet. Oh my god, gaat hij dit echt doen? Oh my god, nee, dat heeft hij... Oh, dat is zo moeilijk om eerst een rift of een impulse grenade omhoog te gooien, dan eentje op de grond en dan precies daar op landen. Dat is echt insane. What the hell? Dat is echt niet normaal. Wat gaat hij doen? Hij moet even wachten. Flintlock, 360, fake the rift en schiet en klaar. Niet normaal. Weer die Mew, hè. Die Mew is ook, die zie je ook veel. Uh-oh. Wat gaat hij doen? Hij moet wel... Oh, wat nee, joh. Dames en heren, dit was het einde van deze video. Vond je deze video nou super tof? Drop dan even die like. Abonneer op het filmpje bij de belletje. Klik op de video's hieronder. En ik zou zeggen, tot de volgende keer. En peace out. Doei!